Een 26-jarige man uit Eritrea is vanochtend gered uit de Noordzee. Hij dobberde op een zelfgemaakt vlotje midden in de vaargeul bij IJmuiden. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij viste hem uit het water. Ik was de schipper vandaag en daar aangekomen, dan zie je een vlotje in het water drijven en dan verbaas je je heel erg van wat je aantreft. Je denkt in eerste instantie dat het een vluchteling is die probeert de Engelse kust te bereiken. Dat is toch in de afgelopen jaren allemaal hot nieuws om Engeland te proberen te bereiken. Dus in dit geval denk je dat ook. Het is gemaakt van bloempotjes met lege flesjes, drinkflesjes, met peurschuim. Ja, wat hout, bloempotten. Ja, iets van een zeiltje waar die dan op zat. Nou, hij had dan wat boodschapjes had hij bij zich om te eten en flesjes water. Ja, en dit troffen we dan aan. De man was vermoedelijk net begonnen aan zijn tocht van 190 kilometer naar Engeland. Hij is overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee. Is het nou voor het eerst dat jullie zoiets meemaken? Ja, dit is voor ons voor het eerst. Ja. Ja. Het is wel wat, hè? Ja, het is heel raar. En we hopen dat het ook de laatste is. Maar je weet niet wat, of het een trend is of dat ze elkaar aansteken. Of zeggen van joh, we gaan dat ook proberen. Of we hebben geen idee. Maar hoe zeewaardig zie je dit? Niet. Absoluut niet. Nee, hij heeft nu mazzel gehad met het weer. Maar als de weersomstandigheden slechter waren, dan had het heel anders af kunnen lopen voor hem.